Yo gasten, FIFA Bouncy, welkom bij een nieuwe top 10 voetbalvideo. Vandaag gaan we kijken naar de top 10 revanche momenten. Ik heb ooit al zo'n video gemaakt, zo'n soort video, namelijk top 10 karma momenten. Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde, alleen dan met een andere benaming. Maar in ieder geval, vandaag gaan we wel kijken naar nieuwe situaties. Dus we gaan niet dezelfde situaties behandelen als we in die video hebben gedaan. Dat is ook al een tijd geleden dat ik die video trouwens heb gemaakt. Maar vandaag gaan we daar dus naar kijken. En dit was trouwens een idee van Arjen Snel, die zei: doe een top 10 revanche momenten. Bijvoorbeeld de ene tackelt hem heel hard en doet het daarna terug. Vuurtje, vuurtje. En dat gaan we dus doen. En mocht je zelf trouwens ook een goed idee hebben, laat het natuurlijk weten beneden in de reacties. En misschien dat ik jouw idee de volgende keer kan uitvoeren. En vergeet natuurlijk ook niet dat duimpje omhoog achter te laten op deze video. En te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Blijf je op de hoogte van al mijn voetbal en FIFA video's. Maar laten we maar beginnen. En ik heb met dit top 10 lijstje ook best wel wat bekende voetballers geselecteerd. Ik dacht, ja, het is ook minder leuk om onbekende voetballers te laten zien. Het is leuker om voetballers te laten zien die iedereen kent. Dus we beginnen ook meteen met het moment van Neymar. Neymar wordt hier 3 keer achter elkaar best wel hard getrapt. En dat is gewoon niet leuk natuurlijk voor Neymar. Kijk, je ziet het hier. En hier ontwijkt hij nog redelijk, maar volgens deze kerel. Hier, bam, trap 1. Hij blijft nog staan. Nog een trap, blijft nog steeds staan. En trap 3. En dan valt hij uiteindelijk wel. Maar hij gaat niet een payback doen door middel van een trap terug. Hij doet het op de sportieve manier. Hij dolt zijn tegenstander vierkant. Check hoe heerlijk die bal eroverheen wipt. Die kerel die is ook totaal kansloos. Geen schijfkans kans om die bal nog te pakken. Vervolgens ook wel een klein elleboogje in zijn gezicht, maar de scheidslaat doorgaan. En Neymar die oont hem op die manier vierkant. Kijk, dat is toch wel heerlijk, revanche nemen. Want eigenlijk, revanche nemen is chill, maar het moet wel op een normale manier. Want af en toe gaat het ook heel hard. Dat je een moment ziet, dan denk je, ja, dit is helemaal buiten proportie van wat die andere kerel deed. En dat gaan jullie ook nog zien in deze video. Maar laten we eerst verder gaan met nummertje 9. En dit is ook een leuk moment. Dit is ook een soort van sportieve revanche. Want dit is namelijk Ajax tegen Real Madrid. En Ramos die kreeg opzettelijk geel. Hij wou gewoon een gele kaart krijgen zodat hij de volgende wedstrijd geschorst zou zijn. Zodat hij daarna clean kon beginnen, zeg maar, in de Champions League. Maar dat was zijn grootste fout ooit. Hij moest op de tribune toekijken hoe Ajax Real Madrid helemaal wegspeelde in Madrid. Weet je hoe superbaas het is? Dit was denk ik de mooiste live wedstrijd die ik ooit heb gezien. Ik ging helemaal los achter de tv. Wat een wedstrijd. Mires, Tadic, het ene 1-2'tje na het andere. Alles lukte gewoon die wedstrijd. Dit was ook zo'n mooi moment en ook een prachtige goal weer van Tadic. Het was gewoon een geweldige wedstrijd. En ik vind het gewoon extra mooi. Want Ramos, af en toe heeft hij wel van die momenten dat je denkt, nou, hij is best wel een klootzak. En dan word je op deze manier helemaal geoond door Ajax. Omdat hij gewoon op de tribune zit en er niks tegen kan doen. Ik vind het gewoon geniaal. En dan zijn we ondertussen beland bij nummer 8. En nummer 8 is ook nog wel een relatief sportieve revanche. Hier wordt diegene wel een beetje getrapt, zeg maar, in het blauw. Maar op zich valt het ook wel mee. Weet je, in het wit probeert gewoon voor de bal te gaan. Maar dan vervolgens gaat die blauwe kerel, die natuurlijk de kop groter is, hem een beetje kleineren van, oh, je bent klein, je bent klein. Hij gaat een beetje bukken en doen, wat natuurlijk gewoon vervelend is. Weet je, het is gewoon een beetje pesten. Dus het is gewoon niet leuk. Maar die kerel in het wit oont hem vervolgens zo hard sportief. Sterker nog, hij doet gewoon een paar tricks en die kerel die valt gewoon. Dat is de grootste vernedering wat je kan krijgen als verdediger. En dat is toch wel een hele mooie sportieve revanche. Het hoeft niet altijd met een harde tackle terug of een harde overtreding of met een kopstoot, want dat gaan we ook nog zien. Dat hoeft niet per se. Het kan ook op deze manier en eigenlijk is dit gewoon de mooiste manier. Want gewoon sportieve revanche is de beste revanche, vind ik persoonlijk. Maar we gaan verder met nummertje 7. En op nummertje 7 staat Simeone en Cristiano Ronaldo. Die twee, die klikken niet volgens mij helemaal. Sowieso Real Madrid, Atletico Madrid, dat klikt gewoon niet, hè. En natuurlijk komt Ronaldo van Real vandaan. Ondertussen natuurlijk niet meer. Ondertussen bij Juventus. Maar hij deed hier dezelfde beweging als Simeone deed. En dat deed hij omdat hij een hat-trick had gescoord tegen Atletico, terwijl dat hij bij Juventus speelde. De eerste wedstrijd had Atletico met 2-0 gewonnen. Juventus moest met 3-0 winnen, wouden ze doorgaan in de Champions League. En Ronaldo scoorde gewoon uiteindelijk een hat-trick. Gewoon geniaal. En dan vervolgens doet hij aan het eind van de wedstrijd, als hij zijn derde goal heeft gescoord, dezelfde beweging als wat Simeone deed tijdens de eerste wedstrijd. Dit was trouwens bijna net geen goal. En hier trouwens ook nog een penalty die hij ook scoorde. Maar het is gewoon een mooi moment van Cristiano Ronaldo, weet je. Soms heeft hij een beetje debiele momenten, maar dit is wel echt super sick. En dat hij aan het eind op deze manier Simeone terugpakt,
Ik vind het gewoon een held. Ik vind het echt gewoon geniaal. En dan gaan we door met nummertje 6. En van de ene beste voetballer gaan we naar de andere beste voetballer. Dit is namelijk Messi. Die zometeen gewoon niet een sportieve revanche pakt. Maar gewoon een harde revanche. Dat verwacht je eigenlijk niet van Messi. Maar dat doet hij zometeen wel. Het is niet eens omdat er een overtreding op hem is gemaakt. Namelijk op Suarez. Ramos die doet gewoon weer vervelend. Dat doet hij wel vaker. Maar in ieder geval Suarez wordt helemaal opgefokt. Volgens mij gaf Ramos Suarez een kleine elleboog of iets dergelijks. In ieder geval, ze hebben behoorlijk ruzie en uiteindelijk krijgen ze allebei geel. Wat Suarez natuurlijk onterecht vindt. En blijkbaar Messi ook, want heel eventjes later, verderop in de wedstrijd, maakt Messi deze overtreding. Gewoon een snoeiharde overtreding op Ramos. Dit is eigenlijk helemaal niet des Messi's. Toen ik dit zag, dacht ik, huh? Doet Messi dit? Gewoon zo'n revenge moment. Eigenlijk moet hij van zijn sportieve spel hebben. Gewoon, want hij kan ziek goed voetballen. Weet je, dan kan je ook wel revenge halen. Maar hij doet het dus op deze manier bij Ramos. Op zich ook wel een beetje terecht voor Ramos. Maar alsnog is het best wel raar dat Messi dit deed. Want ik verwacht het serieus niet. Maar we gaan verder met nummertje 5. En dat betekent dat we dus halverwege dit top 10 lijstje zitten. En dit is ook een bizarre revanche. Dit is ook een harde revanche. We gaan nu wat meer richting de harde revanches. Kijk, Quaresma wordt hier best wel hard onderuit gehaald. Gewoon een vervelende overtreding van achteren. Gewoon, ja, onterecht. Gewoon slaan nergens op die overtreding. Maar hij pakt hem zo snoeihard terug. Moet je opletten. Hij bad met zijn benen tussen zijn ballen. Oh, dit lijkt me zo pijnlijk. En je ziet hem ook meteen naar de grond kruipen. Ik denk dat hij heel veel buikpijn had na die tijd. Dit is gewoon niet chill als je zo'n been knijpraak tussen je ballen krijgt. Ik denk dat hij daar nog wel een tijdje last van heeft gehad. Maar dit is eigenlijk een beetje buiten proportie. Weet je, het is vervelend die overtreding vanaf achteren. Maar hij werd niet echt wel hard geraakt of zo. Hij was niet geblesseerd en dan zo hard terugkomen, weet je. Beetje buiten proportie, maar laten we verder gaan. En dat doen we natuurlijk met nummertje 4. En op nummertje 4 staat Zlatan Ibrahimovic, die hier die kerel van het zich afduwt. Die staat gewoon voor hem en baf, hij geeft hem in één keer gewoon een deal. En de meeste spelers zullen denken, nou Zlatan, grote stoere man, laat maar. Maar deze kerel denkt daar eventjes heel anders over. En daarom vind ik hem eigenlijk wel een baat. Want Ibra die denkt daar gewoon weg mee te komen. Want hij duwt hem hier gewoon weg. Ibrahimovic is ook letterlijk gewoon een kop groter. Die is echt veel groter. Maar dat maakt hem niks uit. Eerst die geeft hij hem een klein duwtje. En vervolgens bats hier nog een duw en duwt hij hem gewoon op de grond. Ibrahimovic had denk ik ook gewoon kunnen blijven staan. Maar omdat er scheids bij stond, gaat hij vallen. Eigenlijk ook wel een beetje zielig. Maar wat trouwens heel toevallig is aan dit moment, is dat de scheids achteruit loopt. En die loopt toevallig tegen hun op. Anders had de scheids het helemaal niet door misschien. Moet je hier maar op letten. Kijk, de scheids let helemaal niet op. En Bob die botst gewoon tegen Ibrahimovic aan. Terwijl dat ze net aan het ruzie maken zijn. Dus precies op het moment dat hij dit doet, staat de scheids erbij. Dus eigenlijk best wel bizar. Maar ik vind het wel een mooi revenge moment van die wat kleinere kerel. Dat hij gewoon Ibrahimovic op deze manier zo snel gewoon terugpakt. En dan zijn we nu beland bij de top 3. En op nummer 3 staat Zinedine Zidane met de kopstoot. En nu denken jullie misschien, hoezo staat hij daarin? Is het een revenge moment? Dat is het inderdaad. Want die tegenstander die hij nu een kopstoot geeft, die had iets gezegd over zijn zusje. Volgens mij had Zinedine Zidane iets van hem naar hem gezegd van, hey, waarom doe je de hele tijd zo irritant richting mij en waarom moet je de hele tijd mij hebben? En toen had hij, op het moment dat ze weglopen, zei hij dat hij liever zijn zusje had in plaats Zinedine Zidane. Volgens mij was het in die trance iets. Vervolgens draaide Zinedine Zidane zich om en bedacht zich geen moment en gaf een snoeiharde kopstoot. Natuurlijk is het ontiegelijk dom van hem dat hij dat heeft gedaan, want dit blijft zijn hele carrière vervolgen. Zelfs als hij nu coach is, denk ik dat mensen hem nog steeds van dit moment kennen. Dit was volgens mij ook zijn laatste wedstrijd. Super dom dat hij zich uit de tent liet lokken. Maar aan de andere kant is het ook gewoon terecht dat hij dat heeft gedaan. Want dat zeg je natuurlijk gewoon niet tegen iemand. Over zijn zusje tijdens een voetbalwedstrijd, het is gewoon zielig. Maar het is gewoon dom van Zinedine Zidane dat hij zich uit de tent liet lokken. Maar wel een mooi revenge moment. Maar laten we verder gaan met nummertje 2. En op nummertje 2 staat weer Messi met een mooie goal. Nu denk je, huh? Hoezo is dit weer Messi? Eigenlijk is het geen Messi die de revanche pakt. Want het is namelijk Cristiano Ronaldo die hier revanche pakt op Messi. Alleen op een sportieve manier. Ik vind het echt een hele mooie manier. Want dit is namelijk Barça tegen Real in Madrid. Dus ze zijn bij de vijand als het ware Barcelona. En Messi doet zijn shirt uit en laat zijn shirt zien aan het publiek. Een soort van, ik ben de beste. En Ronaldo niet. Een beetje op die manier. Nou, daar denkt Ronaldo natuurlijk al anders over. Dus de volgende wedstrijd, dit was bij Barcelona, scoort Ronaldo een prachtige goal. Volgens mij ook aan het eind van de wedstrijd, waardoor Real won. En vervolgens trekt hij ook zijn shirt uit en laat hij zijn shirt zien aan het publiek van Barcelona. Dus hij doet het precies hetzelfde, alleen andersom, om gewoon Messi terug te pakken. Dit vind ik de mooiste sportieve momenten, zeg maar. Gewoon mooiste revanche
momenten, alleen dan sportief gezien. Helemaal omdat het eigenlijk om de twee beste spelers ter wereld gaat. Dat die een beetje tegen elkaar opbaksen op deze manier vind ik best wel leuk eigenlijk. En dan zijn we bij nummer 1 beland. En nummer 1 is echt totaal buiten proportie. Dit slaat er helemaal nergens op. Maar deze keer was ook totaal gek in zijn kop. In ieder geval, hier wordt een overtreding gemaakt. Hij ligt op de grond en die kerel die naar hem toe loopt, die zegt, stel je niet zo aan, sta gewoon op. Iets in die trant, dat zegt hij. Maar diegene is het nooit vergeten die daar op de grond lag. Keen is het volgens mij. Die heet hem gewoon 1 of 2 jaar later, na de wedstrijd, toen ze weer tegen elkaar moeten. Hij heeft het altijd onthouden, wat hij toen heeft gezegd. En hij heeft hem gewoon keihard teruggepakt met een bizarre overtreding. Dat ga je hier zien. Dit kan toch niet? Dit is toch buiten proportie? Natuurlijk is het vervelend als iemand dat tegen je zegt. En waarschijnlijk werd hij wel echt geraakt. Hij lag daar waarschijnlijk niks voor niks. Maar op het moment dat je iemand zo hard terugpakt, ja, dan moet je donkerrood krijgen en minimaal een jaar geschorst worden. Vind ik persoonlijk. Hij kreeg ook rood. Ik weet niet hoe lang die geschorst werd. Maar het is echt te bizar voor woorden. Maar dan was dit het voor deze top 10 video. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En laat natuurlijk in de reacties weten een ander idee voor een top 10 video. Maar dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!